Ja, ja. Oh, nice. Ja. Oh, ik ook. Oh, groot is het. Zo. Niet normaal dit. Niet normaal. Dat is bizar, hè? Ja, cool. Nou Daniel, dit is de stad waar ik denk ik 14 jaar heb gewoond, gestudeerd, gefeest, gebeest en vooral heel veel heb gevist. Ja. En het bijzondere was, ik viste in die tijd op karper in de grachten. Op karper? Ja. Maar als ik toen had geweten dat er zoveel witvis zat, brazen, voren, had ik het zeker vaker gedaan. Ja? En jij vist niet tegenwoordig veel, hè? Ja, zeker. Streetfishing, snoepbaars, baars, ja, voornamelijk wel. En ik heb ook wel eens wat in de binnenstad op witvis gevist. Ah, het zit bomvol met vis. Ik zou zeggen, leid mij naar de beste plek, jongen. Ja, dat is goed, jongen. Laten we voor een race starten. Je hebt altijd een mooie stroming. Ik zag er net een paar voeten duiken. Oh, dat dus ik verwacht dat er wel wat vis zit. Gaan we daarheen. Ja. Oliver. Ik vind het wel heerlijk om hier in een oude stadje terug te zijn. Ja, joh, leuk man. Lekker. Even een lekker standaard voertje klaarmaken. Gewoon een mix gehaald bij een Engelsportzaak. Lekker zoet. Voeg er even een klein beetje water aan toe. Even mixen met die handen. Laat ik het een paar minuten staan. Voeg het laatste beetje water toe. Dan is je perfect. En dan de componenten erin. Dus een paar goede handenmaden erin. Een beetje casters. Een paar geknipte wormen. Helemaal perfect. Dan heb je een goed voer. Ik begin heel simpel met een paar maaien. 2-3 maai op de haak, kijken wat er gebeurt. Universeel aas werkt altijd. We hebben ook maais meegenomen, we hebben wormen, we hebben kaarsjes. Maar gewoon een simpel maaitje op de haak is genoeg. Zo, ik heb een paar flinke ballen voer gemaakt om even de stek op gang te krijgen. Wij geloven dat er wel aardig wat vis zit. Maar dit is een goede plek, omdat het water gaat op dit moment de stad uit. Het wordt hier vanuit de breedte doorheen gedrukt. Je krijgt wat stroomversnellingen. Dus vaak liggen er net achter die blokken liggen er kuilen. En die kuilen, dat zijn vaak plekken waar dan een hoop voedsel ophoopt door de stroming. Ja, dat is een prima plekje voor ons om een flinke bal voer in te gooien. Nou, ga nou eens voeren. Ja. Oh, ja, perfect. Nog een, hoor. Gooi er nog wat in. Dat zal wel komen. Nou, mooi. Nou, we gaan vissen, jong. Wat denk je dan? Ik denk dat wij vrij vlug beet gaan hebben. Gaan we zien. Dat is mijn voorspelling. Jouw voorspelling? Ik zag er dan wel belletjes, Daniel. Ja? Ja, volgens mij brazen. Er zitten echt knijters van brazen op die Amstel. Ja. Mooie bestroming alleen. Ja, het lijkt alsof het harder begint te stromen nu. Ja, het gaat stromen. Ja, het varieert heel sterk, Daniel. Ja, hij stroomt dan weer niet en dan weer wel. Het is ook een partij diep, jongen. Er staat echt veel water, ja. Daan, hij loopt al weg hoor. Ik heb beet. Ja. Ja. Oh ja. Ja, heel langzaam. Ja, is vis. Ja, kan ook stroming zijn. Nee. Komt-ie. Ja, hangen. Hihi. Lekker. Heel traag. Dat is een mooie vis. Dikke. Ik weet niet wat het is, maar het is een dikke vis. Gaaf hè. Lekker man. Oh, mooi man. Leuk man. Gaaf dit. Kijk eens. Ja, is zo prachtig dit. Mooi, dan zit je gewoon onder carré. En niemand doet het. En het mooie is, die beesten zijn gewoon lijpsterk. Moet je kijken, joh. Het is een feestje dit, hoor. Echt leuk, hè? Ja, ook van diep water natuurlijk. Moet je kijken, mooie bruine brazen. Keurig in het bekkie. Heel voorzichtig. Okay. Yes! Die lekker. Hebben we. Lekker, hè? Oh, vis, man. Het is toch super, dit. Dat je al midden in de stad zit te vissen. Mensen komen om je heen. Kijken. Fietsers. Oh, joh, je hebt een hele kredel. Ja, kijk. Daar komt hij. Beste joekel, hoor. Mooi gekleurde vis. Ja. Ja, man. Nou, kun je er geen bekje gaan. We hadden het ook al voorspeld dat het niet lang zou duren. Nee. Kijk eens, Daniel, wat een mooie visje. Gaaf, hè? Hij is ook helemaal niet zo slijmerig. Mooi donker, hè? Een goede 50 centimeter, ja, hoor. 55. Goed sterk. Hey, en het leuke is, gewoon zo hier, voor carré, hè? Ja, ja, theatrale brazen. Mooi, hè? Prachtig. Super dit. Ja, echt een hele mooie vis. Nou, wil jij hem terugzetten met netje?
Ja hoor, dat is goed. Okay. Dat lijkt me wel zo netjes. Ga dat meteen doen. Ja, weg. Hoppa. Lekker hè? Lekker man. Goeie. Kijk of er nog eentje zit. Zeker. Ik ben nog niet bevredigd. Het is wel grappig hè, dat zelfs Amsterdammers die een hele leven hier al wonen nog steeds het idee hebben dat die grachten heel erg smerig zijn. En niets is minder waar. Ik kwam net een meneer langs die vertelde dat hij elke dag zwom, maar dat kan ook heel goed. En door dat schone water is de visstand ook perfect. Echt, Amsterdam heeft gewoon een hele goede visstand. Het heeft ook te maken met dat het water van de grachten 3 keer per week volgens mij wordt doorgespoeld. Je hebt water wat vanuit het Noordzeekanaal wat hierheen komt, dat is zoutig. Je hebt water vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal zoet, vanaf de Amstel. Dus het is een heel stelsel van water die eigenlijk het grachtenstelsel van Amsterdam vormt en ook het IJ. En wat heel bijzonder is, is dat je ook die variëteit van al die milieus moet je kijken hoe verschillend het is. Bruggetjes, zijkanaaltjes, sluizen, het is een al hectiek oude boten. Dus je hebt een heel gevarieerd milieu waarvan alles leeft. Ik denk zelf dat hier in Amsterdam misschien wel 100 verschillende vissoorten kunnen worden gevangen. En dan heb je het nog niet over alle kreeften, krabbetjes. Kortom, het is één groot levend stelsel waar je ja, heel erg leuk kunt vissen. Ja, vis dan. Ja, ja, ja. Oh, nice. Ja. Oh, ik ook. Niet normaal. Bizar hè? Ja, cool. Ja, ik heb een grote braas op, denk ik. Ja, ik ook. Ja, echt goede vis. Heel ik heb niet eens tijd om een broodje te eten. Ja, echt heel traag. Mooie vis dit. We hielden even een lunchpauze. Nou ja. En mijn dobber gaat weg. En terwijl Daniel zit te eten, gaat zijn dobber weg. En haken we allebei. Ik denk dat ik ook een braas heb. Oh, grote zo. Zeg. Zo. Niet normaal dit. Het is echt een lerp. Zo. Als jij hem in het matje legt, ja. Dan kunnen we daarna die van mij scheppen. Ja. Oh, dat is ook een mooie vis. Komt u. Komt u. Ja. Lekker hoor. Prachtig. In de bakkie. Ligt er een keer 2 in het mandje. Het is echt niet normaal. We vangen gewoon 2 vissen tegelijk. Mooie brazen, joh. Gaaf, ja, hè? Gaaf. Die van jou is wel iets groter. Nou, dit is wel echt briljant leuk. Geniaal. Midden in de stad. Ja. Super dit. Echt super dit. Wat een leuke mooi, visserij. Hè? Nou, even een terugzetten. Zeker. Lekker. Cool. Nou, laten we netjes even een terugzetten. Hop. Die is weg. Ja, gaat hij. Zo, daar gaat hij. Mooi hè? Mooi man, dat is wel echt een grote goede vis, joh. Ja, dit. Cool. Ze zijn echt sterk. Super. Leuk hè? Goed bezig. Ja, lekker dit. Mooi. We kunnen wel. Een beetje richting de Stopera gaan. Ja, ik vind het best joh. Volgens mij kunnen we overal vis vangen. Ja, leuk hè. Mooi hè. Ja, dat is Amsterdam. Dit is wel een. Misschien wel een mooie stek, of niet? Hier gaan we doen. Ja? Ja, ik ga het doen. Best. Kijk dan. Daniel, dit is voor gemaakt. Volgens mij hebben ze dit gisteren voor ons aangelegd hier. Het is alleen volgens mij een aanlegplek van een rondvaartboom. Hey, maar zo te zien wordt er weinig gebruik van. Maar we gaan het gewoon proberen hier. Weet je wat ik zit te denken, ja. Marco? Dat heb ik niet voor niks meegenomen. Ik heb een rotpotje meegenomen. Ik leg hem en als we daar nou die feeders op leggen. Ja, ik leg hier stijger, voor man. De steiger nog even een pennetje. Ja. Kunnen we 4 hengels vissen? Volgens mij gaat het dan helemaal tekeer. Nee, ik leg hem lekker op de steiger. Ik ga lekker daar zitten. Ja, ik ga lekker daar zitten. Weet je, ga jij lekker daar? Ga jij hier op wat je neerzitten? Ja. Ah, we gaan echt iets unieks doen. Tenminste, ik denk dat het uniek is. Ik denk dat het heel weinig wordt gedaan. We gaan feederen midden in de stad. En ja, ik denk ook dat de grootste reden dat het niet wordt gedaan is, omdat je natuurlijk nergens die banksticks kan prikken. Maar ik heb er wat op bedacht. Ik heb een mooi steuntje meegenomen, statiefje. Ik ga gewoon hier met de feeder vissen midden in de stad. Ik ben heel benieuwd of er wat uit gaat komen. Ja, en het leuke is met zo'n feeder, je legt je aas lekker rustig op de bodem. Er kan van alles aankomen. Grote vis zwemt er ook. Dus ik ben benieuwd. Ik ga de hengeltje klaarmaken. Ik ga gewoon simpel vissen. Hengeltje op de rotpot en wachten. Hetzelfde voertje als waar we vanochtend mee hebben gevist. Ik kies ervoor om hier vlak langs die woonboot te vissen. Mooie schaduwplek, diep water. En met een beetje geluk
is het zo dat die woonbouwbewoners nog hun avondrestjes zo water gooien. Dus heb ik elke dag gewoon een bijgehouden voerstek. Daar hoop ik een klein beetje op. Ik heb hier ook nog een penhengeltje stiekem naast de steiger hier liggen. Moet gaan werken. Perfect. Dat is precies waar die moest liggen. Zo. Kijk, die ligt. Geniaal. Ik heb al tikkies gedaan. Ja, verrek. Hop, hangen. Vis? Ja. Zo. Dat gaat snel, hè? Ik ben nog niet eens begonnen, man. Ik weet niet wat het is, maar ik denk een hele grote brasem. Gewoon voor de stopera. Ja, dat is een goede vis, Daniel. Zo. Zo. Supermooie vis. Zo, ik sta er klaar voor. Het gaat wel heel goed, hè, Daniel? Ja. Ik zit gewoon lekker op het bankie. Henkie zit op het bankie. Yes. Heb eens. Mooi, even het mandje, het bakkie pakken. Oh, daar komt hij. Zo, Daniel. Dat is een beste bak. Er zijn hele korte bosvinnetjes hier. Dit is wel het zwaarste tot nu toe. Dit is toch helemaal gek, te gek, jongens. Dit is echt helemaal te gek. Gewoon, we zitten net. Ik gooi de korf in het midden en een harde aanbijt, joh. Ga, man. Dit is gewoon echt in het midden van het water. Helemaal niks geks. Een paar korfjes vis. Dat is zo ontzettend goed aan. Cool. Nou, we gaan terugzetten. Ik ben er wel heel blij mee. Nou, daar gaat hij. Wil jij nou meer van dit soort vette content zien? Abonneer dan snel op dit kanaal, geef even een likeje en volg ons voor meer.